Well, I can tell that many of you know already what the piezo trick is. It is the little stone that you find in your gas lighters, the ones you use to light a cigarette, for example. A piezoelectric can produce a voltage difference when it is deformed or when you press on it. So when you press on your lighter, you press the stone, and the stone will create a voltage difference and it will produce a spark that will light the flame. It's of course used in many other applications, more high-tech maybe applications, especially in the automotive industry and in hospitals. One example is, for example, the airbag. So we, the current materials that are used in all these applications we were talking about, they are very nice, they are very efficient, but they contain lead. Nearly half of the material is lead. So at the moment it's not a big problem, but it may be in the future if you think of applications at a very large scale. If you think of filling our roads with piezoelectric materials in order to harvest the vibration from cars and so on, one of the first things you need to do is to get rid of the lead. Not only because of the toxicity, but also because lead is very heavy. And every tile that has 50% lead will be too heavy. So what I'm trying to do in my lab is to artificially create materials that do not contain lead, but mimic the structure of lead-containing materials. Deze materialen maken we met een hele sterke laser, zoals je hier ziet. Deze laser komt dan uit via een heel lang pad met een aantal spiegeltjes. Komt dan uiteindelijk uit met ons materiaal. We hebben dus een lang pad nodig, zodat je de energie, de hele hoge energie, heel accuraat kan bepalen. Vervolgens komen we uit met deze kamer. Het is een vacuümkamer en er zit dus geen lucht in. Deze hele sterke laser komt dan vervolgens terecht om ons materiaal. Het materiaal verdampt door de hele sterke energie van het laser. Deze verdampt, dat vormt een plasma, zoals je ook in de zon ziet. Deze plasma die komt vervolgens terecht op ons kristal. Nou, de kristal heeft een bepaalde atomen op een bepaalde structuur zitten. En de atomen van ons plasma die komen dan op ons kristal en volgen dan de structuur van het kristal. Waardoor je dus op een speciale manier kunstmatig een nieuw materiaal maakt. En op deze manier proberen we onze lood, de piezo-elektrische materialen, na te bootsen met andere materialen.